Welkom bij deze video. Vandaag zijn we terug in Smart Cable Zero. Ik ben er altijd waar we de vorige keer waren geëindigd. Oh shit. Oké, dus wat ik wil zeggen is dat waar we de vorige keer geëindigd zijn, ben ik niet meer begonnen. Ja, ik heb de video pas opgenomen. Maar deze is cave of iets waar domein waar we in zijn echt huge. Ik wil ook wel eens naar daar gaan. Gewoon echt puur om te zien wat daar is. Shit, dat is naar achteren. Ik zie geen fuck. Nu is het van terug thuis geraken, I guess. In het rot weer. Oh my god, dat was zo'n fucking ice one. Ik weet niet meer waar we vandaan komen, dat is een beetje een probleem. Maar alle problemen kunnen opgelost worden, I guess. Zijn we terug naar de sea truck. En dan zie ik jullie daar. Je doet een beetje odd. Ik ben doodgaan, spijtig genoeg. Maar los van dat feit, ik ga... Wow. Lekker warm. Raar, nu dropt de temperatuur onder de straks niet. Gek. So what, ik ga nu naar huis en dan zie ik jullie daar. Oké, dus ik ben terug thuis. Wat ik nu ga doen is... eten. In spellen. Zo... Zo. Ik ga even wat slapen en dan gaan we beginnen met... components verzamelen en de body maken. Je vraagt me wel of ik het architect genoemd of precursor. I mean, both zijn goed. Both beschrijven ook echt wat dat is. Oké, dus synthetic fibers en twee gel sacks. Maar dan heb ik nog wel ergens een hier, hop. Weet je wel, zeg maar root postules. Die moet nog gaan hangen. Met die root postule gaan halen, nog twee. We hebben normaal niet die kel op naast. Met die aapjes. Verkeerde. Er zijn normaal meerdere gaten. Al die aapjes. Elk zijn het zeeaapjes. Simonkjes. Dus I guess dat we daar maar eens naartoe gaan. Ja, en die dingen zouden die moeten groeien, maar we zijn er denk ik nog niet diep genoeg voor die te vinden. Dus met dat gezegd ga ik dieper gaan zoeken. Ik weet wel dat we nog twee ribbon plants nodig hebben, dus pak ik wel mee. Ik wil nog altijd komen bijhalen als ik wil. Ah, hier. Dit zou diep genoeg moeten zijn. Denk ik. Hopelijk. Deze is volgens mij niet diep genoeg. Jawel, daar zijn ze. Hop. Dus die hebben. Als we gaan naar de skeleton. Diamonds, steel ingot en folie line. Steel ink is geen probleem. Diamant ook niet. Poly L-line. Hoe maak ik dat weer? Golden hydrochloric acid. Dat heb ik nog maar gezien. En daar kan ik ook aan maken. Oké, dan ben ik klaar. Dan heb ik alles al bijna. Dat is des te beter. Want dat betekent dat ik daar terug ga. Fabrication facility. Wordt weer gezellig. Diamanten 1, 2, 3. Ja, is goed. Die moet ik hebben. 1, 2, 1, 2. Op. Zo. Nu gaan we de pastiel ingot ommaken. Het eerste titanium ingot en dan pastiel. Gotcha. Dan is goud en hydrochloric acid. Goud heb ik.
Ik weet dat ik hydrochloric acid heb, alleen ik niet wat naartoe is. Misschien is mijn glacial bezig. Ik ga wel even daar kijken en dan zie ik jullie dadelijk. Oké, en we zijn er. Yes, hydrochloric acid. Nice. Holy airline hebben we. Done. Dan. Twee ribbonplan, drie keer niet en een ion cube. Oké, die kan ik ook maken. Dus dan zie ik jullie weer thuis. Ja. Ook weer thuis. Magnum nodig. Eén ion cube. En drie keer niet. Oeps. Maakt eigenlijk niet veel uit. Ik kan altijd keer niet vinden in de dingen. Er is keer niet daar. Dus wat ik moet doen is naar daar gaan en eten meepakken, I guess. Ga ik even doen. Eten zorgen. Zo, ik die allemaal even opeten. Oh ja, 4 of 3, pak me thuis mee. Hop, hop, hop. Rest and plans gaan ook allemaal leeg plukken. Oké, okay, ik denk dat ik dan wel genoeg heb. Dus dan gaan we terug en dan zie ik jullie daar. En dan zie ik jullie aan de... Oké, als we die caverns ingaan of die... dingen daar gaan zoeken. Ja, ik moet eerst naar daar. Als daar dan zie ik jullie en dan zullen we wel... We gaan zoeken die kistel caverns ingaan en dan... Als volgt. Oké, we zijn er dus weer. En als ik het me goed herinner, moet ik aan de linkerkant blijven en dieper gaan. Tot ik uiteindelijk op een gangpad uitkom dat naar de rode kristallen leidt. Dus dat is uiteindelijk ook wat ik ga doen. En wat gaan we iets leuks doen? Jullie zullen wel zien wat ik bedoel met iets leuks, want dat wordt echt een heel gek spektakel. Ik heb hier een stuk gevonden, het vuil er berg af en hop, ik heb ze. Red crystal, baby. Nice. Oké. Dus als ik me goed herinner, ga ik straks naar rechts. En gewoon een map designer zou er veel... Moeit een engste ook. Ja, ik zou wel zo'n kristal mee pakken en dan kon ik zo'n kristal hier hebben. Ik zou zo'n blok ook hebben. Daar. Dat is nog cool. Maar ik ben benieuwd, dus ja. En gotcha. Look at what I found. Some base. Oké, dus we gaan beginnen met het skelet. Kaartje scannen. Oh, spijtig. Wat dik. Damn, dat is wel cool hoor. Nu het laatste. De organen. Nou wil die autonomous again. Amends? For the bacteria?
Damn. Kijk dit al. Oh! Hmm. I guess dat daar de nest gemaakt wordt. Oeh, kijk dat. Fuck. Heeft die... Die vierpoterlijk paard. Is dat een taurus of hoe noem je dat? Uh-oh. Is die pissed or not? Kan ik die scannen? Oh. L aan. Oh, dus er komen er armen bij, of niet? Complete physical, yes, 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 ja, boeien, teleportation. Initiate transfer. Uh-oh, dat is weer zo'n gekke dingen. Stel je voor dat alles, ook Robin zelf, erin gezet wordt. Gek paar of iets. It has been some time since I last stretched out in so many dimensions. What the fuck, die arme. Ik ben benieuwd. I told you I must return home to assess, repair, make amends. Tell me more. When the bacteria escaped, it was my fault. I disobeyed the directive from my network. Het zijn kleur veranderd ook zo gaak. Oh ja. Nee, nou een Sea Dragon, toch een Sea Emperor. Oké. Nu wil ik naar daar. Dat wil ik eigenlijk al over het einde van de video. Dus I guess dat we hier stoppen en dan maak ik het einde van de video vandaag nog. Oeh, of dan maak ik het einde van de game. Mensen, toch een kick en tot het einde van Subnautica Below Zero.